HHC thuis op de eigen boshoek tegen TEC. En HHC is op dreef, want HHC moet dit soort wedstrijden thuis winnen. Tegen de laagvlieger Schaudier, Hemming niet. En daar komt doelman van de Sman met de schrik vrij. TEC, de ploeg uit Tiel, dat de laatste wedstrijden verloor. Dit is Kobussen, de aanvoerder. Die wenkt bij de tweede paal. Gaat de bal komen, Hemming. En via Werkman, zijn zesde van het seizoen, komt HHC op een 1-0 voorsprong. Bezig aan zijn vierde seizoen. En Werkman scoort veel dit seizoen. Doelman van de Zwan die blijft staan. Hemming. Ja, en Werkman met wat geluk. Maar ja, dit soort goals tellen ook. Dit is een goede bal van der Leij op Van Bentum. Van Bentum. En de redding van de Zwan. Dit zijn toch wel kansen die eigenlijk in deze fase van de wedstrijd binnen moeten. Het blijft dus 1-0. En dus kansen voor TEC om terug te komen in de wedstrijd. Sjakison levert zomaar de bal in. En ja, Van Bentum heeft alle geluk dat Gaudier die bal toevallig voor zijn voeten krijgt. En die weet er wel raad mee. Tweede goal pas voor Gaudier. Met wat geluk, want Van Bentum krijgt de assist. Maar is er eigenlijk niet heel erg happy mee. Want die bal die kwam per ongeluk dus voor de voeten van Gaudier. Dan de tweede helft. HHC dus met 2-0 voor. HHC gaat op zoek naar de 3-0. Dit is Van Bentum. Van Bentum. Oh, wat een fantastische goal. Rens Van Bentum. Overgekomen van Kwik 20. Zijn vijfde van het seizoen. Aanname is goed. En wat krult hij de bal. Beheerst achter doelman Van der Sman. En dan is de wedstrijd eigenlijk al gelopen. 3-0 na ruim een uur spelen. En HHC doet wat het moet doen. Het wint van de laagvliegers thuis. Het won van Jong Sparta. Het won van de Dijk. En het gaat ook winnen van TEC. Dit is Gaudier voorbij de doelman. Afleggen, meelopen van Hemming. En Hemming is ook belangrijk. Kwam over van Achilles. Woont in Kloosterhaar. Genoot de opleiding bij Twente. Speelde nog een tijdje bij Heracles Almelo. En hij is belangrijk voor HHC omdat hij een box-to-box player is. De man met 18, Hemming. En de maker van de 4-0. En dan in de slotfase mag TEC wat terugdoen bij TEC. Vermeer de nieuweling in de basis. En ook een andere nieuweling van de Kerkhof. Maar ja, die kunnen niet voorkomen dat TEC met 4-1 gaat verliezen. Schot van richting veranderd. Maar ja, dit soort doelpunten tellen dus ook voor de statistieken. HHC wint dus en pakt een belangrijke driepunter ten koste van TEC. Dat dus in de onderste regionen blijft bivakkeren van de tweede divisie. Maar in Hardenberg is het feest, want HHC wint.